Ik mag u overhandigen namens de Herman Krikhaar-prijs de oorkonde die bij uw prijs hoort. Het betreft niet alleen een oorkonde, maar tevens ook een financiële bijdrage. Want als ik uw werk zie, dan denk ik dat dat redelijk kostbaar is om met glas te werken. Dat is inderdaad wat zo. Ik ben zeer verheugd. De mensen die mij dat beoordeeld hebben, die dank ik van harte. Ja, en ik vind het sneu voor de andere kunstenaars, maar ja. En vooral die 6 genomineerden ook nog, dus ja. Die ken ik ook nog heel goed. Dus, ja. Nou, misschien kunt u er nog een borreltje hebben doen, wie weet. Hè? Gaan we over tot de uitreiking van de oorkonde. Jij hem vast. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. En ik geef dat u ook nog een mooie bos bloemen tegemoet kunt zien. Ah, die komt alsjeblieft. Dankjewel. En veel succes met uw prijs en met het werk natuurlijk. Dankjewel. Had je dat verwacht? Verwacht niet. Maar zoals alle kunstenaars denk ik wel een klein beetje gehoopt natuurlijk. Het is toch een hele eer dat je deze prijs hier in ontvangst mag nemen. Dus ik ben er heel erg blij mee, moet ik zeggen. Ja, er zit ook nog een geldbedrag van 500 euro aan verbonden. Dat vind ik natuurlijk ook wel heel erg fijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik de eer dat ik dit mag winnen nog veel groter vind. Maar ik ga er denk ik wel iets leuks voor kopen dat ik bij mijn werk kan gebruiken. Dus, Hoe lang doet u dit werk al? Nou, ik doe het net ongeveer een jaar of 7, 8. Heel intensief ben ik ermee bezig. Dus, sinds ik gestopt ben met werken, daarvoor ben ik al een paar jaar bezig geweest. En heb me een beetje ontwikkeld om tot dit soort werk te kunnen komen. En waarom glas? Glas, dat inspireert me, zoals ze ook kwam toen de prijs werd uitgereikt, vanwege de kleur, de vorm. Ja, als het in het licht staat, het verandert elk moment van kleur, van licht. En dat spreekt me wel heel erg aan. En het is recyclebaar. Ja, ik hoop niet dat het hier naar beneden valt en dan dat je denkt, nou kijk, maak er maar iets anders van. Dat is niet voor de bedoeling, denk ik. En het staat hier wel heel erg gevaarlijk, dus dan moet ik nog eens even kijken wat ik daarmee ga doen. Dus,